Squad B! Prepare yourself! Ik zie hier gewoon een tasje in de lucht, die wil ik eerst pakken. Waar is het tasje? Oh nee, daar komen ze aan! Oh yo! Bla bla bla! Wow! Nee. Oh nee! Oh yo! Goedemorgen, Rudy! Morgen. Weet je welke dag het is vandaag? Het is Arkdag! Het is Arkdag en ook wel weer de laatste Arkdag voor deze serie. Vandaar, of ja, of Killepico niet. Kan ja, ook, misschien sleet hij ons wel. Laten we toch hutten gaan bouwen, man. Ja, we gaan gewoon thatch hutjes bouwen. We gaan ons eigen vakantiepark maken in Ark. En dan zetten we de server open en dan mogen jullie voor 5 euro nachtje overnachten in onze thatch hutjes. Ik zie de Lich King wel wegvliegen. Serieus? Ja, hij vloog gewoon weer één kant op, gewoon. Godmondetje! Ja. En nu? Grapje, ik zit erop! Ah, ik wou zeggen, got me. Oh, ik zie nu pas dat deze Diddy's heeft. Wat, hallo? Ja, dat zag ik net zo, dat was gewoon flinke. Nice. Quark Telsen. Oh nee, dit kan nu iedereen zeggen door de ouders. Ja, dat is... Mama, Quark Telsen. Nee! Ja, goed. Ik kraf gewoon Pico's de revanche. En dan, dan zien we wel wat er allemaal gaat gezegd. Ja, doe jij hem kraftig? Ja. Waar ben je? Ja, bij de crafter. Ja, maar gewoon bij nee, de base. Nee, dat is de smithy. Dat is bij de base. Oh, oké. Dat is zo'n ding dat je neer kan gooien. Ja, inderdaad. Nou, ik heb hem gecraft. En ja, ik heb geen idee hoe goed hij gaat zijn. Ze zeggen dus dat je meerdere tribes nodig hebt om deze te slayen. Ja, om dat te compenseren, pakken we gewoon dikke diners om te helpen. Ja, maar we hebben ook gewoon vriendschap. En ook vriendschap, en vriendschap is veel sterker. Dan ja, teamwork, hè? Supersterk. Nou, die Indos Dominus. Oh, God, we kunnen even een massive teleport platform neergooien, dat gaat denk ik 10 keer zo snel. Ja, of een slopen poorten. Is het vast? Nee, teleport platform het is. Dat wordt echt een chaos. Ik weet wel dat ik het gevecht met Backspace ga doen in ieder geval. Oh ja, het hele gevecht, want daar heb ik gewoon 10 seconden. Oh nee, dat gaat helemaal mis. Oké, blijf maar even gewoon hier staan, weet je? Ja, gaan we vast alles verplaatsen of... Eerst moet alles erheen. Ja, ik heb hier een ding. Ik heb hier een ding. Je hebt daar een ding? Hier, echt onder de Star Destroyer. De Star Dragon King. Yeah! Oké. Ik doe gewoon zo. Follow all. Dat is mijn game weer gaat crashen, jongen. Oh, nee. Stop. Stop. Ik kan er niet meer bij. De teleporter kijk. Ik heb gewoon de poot erop. Oké, ik teleport. Ik teleport en dan de boss fights. Ja, doe. Hoe groot is die? Is die groot genoeg? Weet ik veel wat er allemaal meegaat. Niet alles is mee, nee. Wel heel wat. Oké, maar dat is een goed teken, weet je. Oh ja, dit is best wel veel. De Star Demon Destroyer stond ik niet voor. Ik had niet volle wal moeten fluiten. Teleport. Boss fights. Ja. Ja, ik weet niet of die nou meegaat, man. Hij is mee, de Mega Unit. Ja, die is mee. Big Boy is mee. Ja. Nova de Destroyer. It's your turn. Oh, dan. Dit wordt echt epic. Oh, Nova, die heeft zoveel... Van die overdreven effecten. Ja. Zet eruit. Je krijgt er eens een knop voor. Oh, dus dit is een Indominus onder de grond. Kill hem. Nee, ik bedoel onze Indominus onder de grond. Oh, kak. Het zal toch eens niet. De Celestial in... Oh, nee, die komt niet naar boven. Die zit echt onder de grond. Oh, ik zie zijn kopje. Ja, weet je wat? Volg maar gewoon lekker allemaal. Echt. Ik zie zijn kopje. Hij zit echt onder de map. Oké, ik heb ook een idee. Een soort van. Ik ga erop zetten. Oh, nee. Ja, nee, die Indominus zijn we kwijt, man. Die leeft nu voort onder de grond. Het is een molmens geworden. Ja, hou ik van. Molmens. Ja, en om is het nu moment, mens. Nee, ik wil niet op de stinker RG. Wat moet ik dan met de stinker RG? Ik wil op de Lich King. Was dat de Celestial? Dat is toch niet Kieren die je zo noemde, hè? Nee, dat was niet Kieren. Oké, anders ben ik boos. Hoppa, weer de verkeerde. Kak dino's. Ik zie ook gewoon allemaal lijpe fairy dragons vliegen. Pro Lich King. Is de Lich King? Ja, Lich King. Oké, jullie allemaal, follow all. Hebben jullie geluisterd? Echt... Ja, er zijn eigenlijk wel een paar lijpe dino's onderweg, echt een Origin Dino en zo. Ja, er zijn gewoon twee Osiris-bossen bij elkaar boven de base, trouwens. Van twee, hè? Wat gebeurt er, man? Helemaal... Ja... Het okay. Is time for war, man. Het is echt time for war. Nou, deze gates moeten eigenlijk even weg. Ik ben echt benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Dat gaat echt compleet fout, denk ik. Stop met vliegen! Ik denk het. Ik weet niet hoe sterk Picon is. Picon! Ik weet wel dat ik even mijn big boy moet pakken bij de waterval. Ja, maar Picon die is wel pittig hoor.
denk ik. Ja, als ze zeggen dat ze tribes nodig hebben, gewoon hele tribes in een modpack. Ja, dat klopt, maar aan de andere kant, weet je, we slopen nou wel... allemaal ook. Ja, we hebben wel promediners nou. Ja, ah, daarom. Ik denk dat die echt dood gaat binnen 2 seconden. Dat denk ik dus ook. Nee, nee, dat gaat 2 uur duren voor een epic battle. Doe een epic fight, epic end battle voor het einde van de serie. Wat iedereen wacht op dit moment, waarom zie ik alleen maar titties? Oh no, 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 de titties, man. Dat is super raar. Joehoe. En Spirit gaan we, Wings, we Uriel ja. ook meenemen? Gewoon, ja, kan. Maar stel het gaat fout, hè, dan hebben we echt niks meer. Dan hebben we echt niks meer, dat is ook al zo. Maar zo vet. Hey. Follow al. Volg. Oké, okay, jullie die mij volgen, jullie zijn amazing. Follow me. Oh, je gaat ze echt meenemen? Ja, joh. Soort van. Ik zit alweer vast. Kak. Ja, de echte arc struggles zijn real. Ja, dit takes dit me back. Arc. Oh ja. Ik ga bezigheden aan de andere kant van de map. Die demonic Tony Dragon, die snapt er niks van. Oké, okay, het volgt, soort van. Het volgt, toch? Ja, het gaat lekker. Ja, het is een goede parade hier, hè? Die Tony Dragon is zo dom, ouwe. Hij blijft gewoon, hij snapt niet dat er een gat zit in de muur. Oh, dat is duiven, die vliegen ook tegen ramen. Ja, ja, maar dat is er nu. Het is gewoon een duif. Het is al, elke dino in Ark is een duif. Echt een domme duif. Terwijl ze zeggen dat duiven reaper, best slim zijn. Dit is een andere reaper. Nou, volg mij. Ik had Nidhogg ook mee, alleen dit is gewoon niet te doen. Nidhogg, die draak. Ja, hij is te langzaam. Okay, ja, die hoort er eigenlijk wel bij, hè. Huh, waar zijn alle dino's dan? You're too fast. Ah, wacht. Is die boslocatie anders dan de... Wat? Nee. Dan de vaas? Nee, boslocatie is gewoon iets verder. Iets verder, wel bij de vaas. Ja, ja, hier de desert in. Je hebt ook al die Argies mee. Ja, joh. Nidhogg! Kom hier! Was al waardeloze. Nou, wat is er allemaal achtergebleven? Ja, jullie zijn eigenlijk belangrijk dat jullie meegaan! Ja, er blijft heel veel achter. Het ziet echt niet op. Oké, okay, kom even maar mee, makkers. In een nette rij, alsjeblieft. Maak het mooi en charmant. Hè? Ja, dat gaat goed. Zet je op Gorilla King. Ja, hier is het, hier is het. Gorilla King. Zo, we zijn hier vandaag allen bijeengekomen. Nee, maar dat is niet alles. Waar is die bos-teleporter? Hm? Waar is de bos-teleporter dan? Die zit hier onder die massa. Echt, maar waar is die andere big-ass unit dan? Welke andere big-ass unit? Nee, die Dragon Egg, Dragon King of zo. Op zo'n contract. En Balrog, waar is Balrog? Ja, dat is een goeie, die waren hier. Wacht, een stukje terug misschien. Ja, maar die teleport die zit hier volgens mij helemaal niet. Stop met volgen! Jawel, die moet... Jawel, ze... Huh, wat? Ik ben verward. Nee, volgens mij staat hier die zit 100% hier, maar ze zijn weg. Nee, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon teleporten naar een bos... Ze waren hier legit. Bosfights. Of ze zijn wild geworden door dino's, dat zou kunnen. Ah, dat zou echt een ramp zijn. Maar ik zie ze niet. Ja, ik teleport hier. Ja, toch? Nee, dit is een andere plek. Oh, hey! Oh, hey. Huh? Wow, ik was echt even verward, hé. Ja, oprecht. Nou, neem jij ze mee? Nou, follow me, biggies. Dat zeker heel goed gaan. Volgens mij volgt er niet echt iets. Zij hebben er zin in. Oké, okay, jullie komen volgens mij. Jullie twee manticores wel. Oké. Okay. Come on, Tachi. Follow me. Nou ja, ze zitten weer compleet met follow met een snoet in mijn achterste. Nou, dat is wel netjes voort. Ja, oké, okay, kom maar lekker mee. Kom maar lekker mee, kom maar lekker mee. Juist. Blap. We moeten alles nog op neutral staan ook. There hier, the epic battle will begin soon. Ik denk dat het dat wel tijd is. Ja. Even alles goed vlak. Summon. Jongen! Stink! Let's kick! Ga eruit! Ga uit die dino! Ik zit vast. Ja. Yeah. Oh, nog een primal. Sorry, even dood. Ik zit op te ruimen nog. Ja. Kun je misschien eventueel die Nova, de destroyer, even wegfluiten? Nova! Blap. Nova, joe. Oh, ja. Ik ga niet te ver terug, alles volgt je nog. Alles volgt me nog, kak. En die volgt de Lich King. Ja, dan moet je even zo dan zo. Ja, ik heb het gefixt. Oké. Okay. Nou, alles moet op neutral. Best op neutral. Neutral. Oké, okay, staat op neutral. Ik ben wel een beetje verbonden met deze dino's, dus ik ga het jammer vinden als ze doodgaan. Dat denk ik ook wel, want er heeft heel veel pijn, tijd en moeite ingezeten. Bloed, zweet en tranen. En ook andere dingen, zoals uien. En ook uien, ja. Ja. Dat was wel lekker. Waarom vliegt hij nou automatisch? Daar ben ik helemaal niet van gediend. Hallo? Ik doe niks! Hij vliegt! Hij vliegt! Cheats! Nou ja, ik denk dat ik hem maar gewoon neerzet en dan zien we wel wat de schade gaat zijn. Mag hij hem neerzetten, dat is de vraag. Hier. Gewoon echt hier in de midden plompen. Oh nee! Nee! Is het nou? Wat? Nee, dat was iets anders. Oh! Oké. Okay. Hey, hier heb je nu een open pot, recht voor je. Dan komt hij, hè? Ja. Deacon's ja. Revenge, you ready for this? Ja. You ready? Up! Yeah. Oh wow. Nee! Backspace, instant backspace! Oh man, die is groot. 3,8 miljard AP. Oh nee, 3,8 miljard die.
Oké. Dat wordt een easy kill. Ik weet nou ook niet hoeveel levens ik heb met mijn backspace. Hij is dood. Is hij dood? Oh nee. Is hij dood? Hij is dood. Waar is hij? Hij is dood. Is hij echt dood? Hij is dood. Hij is dood. 3,8 miljard AP zei hij. Ja, dat had hij, maar ik doe 15 miljard daarmee. Ik heb helemaal niks meegekregen van het gevecht. Ja, maar ja, hij is dood. Was dat de eindbos? Hij heeft oprecht wel dingen van ons gedood in die korte tijd. Hij heeft legit een paar dino's gewoon gesleept. Huh? Ja, dat was hij. Dat was hij. Ik heb niks gekregen. Ja, ik weet niet of ik iets heb. Ja, maar dat vond ik een epic battle. Ja, dan doen we nog een keer. Doen we nog 50 gelijk. Dan zet even de ghostboss neer of zo. Ik wil nou gewoon al deze dino's gebruiken. Ja, dan doen we zet alle... Zet 6 metalmans neer. Pak alle harten goedie die we hebben. Alle harten nog. Alle harten, alle essences. We gaan hier ghostbosses pompen en metalmans pompen en... Oké. Okay. We gaan hier pompen. We gaan nou echt pompen. Oké. Okay. En er komt letterlijk nog een RG nu aanvliegen. Hallo? Ben ik op tijd? Nee, super laat. Oh, ik heb... Jij bent dood. Waarom ben je dood? Ik kan helemaal niet dood. Wat is dit? Maar hoe ben ik dood? Waarom ben je dood? Oh, mijn armor is denk ik niet meer onkwetsbaar. Goed, die died. Wat? Yo, ik even kijken wat deze knuppel doet. Oh, ja, hebben we loot gekregen of niet? Want... Ja, een knuppel. Blab. Een knuppel. Oh, die knuppel doet maar 16,3 miljoen damage. Wauw. Wat? Blab. What the fuck? Oké, dat sounds nice, man. Waarom? Wat hebben we nodig voor die oproep shit? Ja, harten. Alle harten en alle SS'ers. Waar liggen de SNS'ers? Ja, ik weet niet waar de SNS'ers liggen. Jij had de SNS'ers toch? Ja, maar waar heb ik die voor gebruikt? Ik heb die ergens voor gebruikt. Oh ja, voor de Ghost Boss heb ik die gebruikt. Ja. Zit dan niet gewoon in mijn... Ik heb ze gewoon in mijn inventory, de SNS'ers. Ja, waarom hebben we de SNS'ers? Ja, oké, kom eraan. Kom maar. Shadow Spider is ook gewoon dood, hè? Echt? Ja. Oh, die was snel dood. Ja, echt meteen. Die was ook wack. Wat is die vaas? Was die bij vaas? Mij, langs mij. Vrouwen Archie Celestial, ligt die ook gewoon te rippen. Gas, okay. Ik ga die bos slayen met mijn knuppel. 16 mil damage. Gas, ik heb een veel beter... Hey, ik heb ook die knuppel! Ja, die is sick hoor. ik heb een veel beter idee. Wat ga je allemaal doen? Ja, ik heb echt een veel beter idee, man. Wat ga je doen? Oh nee, zet alles neer! Ik vraag me af of je klaar bent, Jamie. Nee, ja, begin het! Bij ik hoor heel veel muziek is door elkaar. Dit is de epic end battle, Jamie. Als je hoort dat echt door elkaar heen. Oh, yes. Oh mijn god. Okay, oh nee. Squad A. Verzamel. Squad B. Prepare yourself. Ik zie hier gewoon een tasje in de lucht. Die wil ik eerst pakken. Waar is het tasje? Oh nee, oh, daar komen ze aan. Oh yo. Bla bla bla. Wow. Nee! Oh nee! Ik zit niet op mijn aap. Nee! Wat gebeurt hier, gek? Ik zit niet op mijn aap. Ik weet niet wat er gebeurt. Wow, ze worden gesleed. Wij worden gesleed. Hun worden gesleed. Ik word gesleed. Mijn leven is mijn op, kijk. Wow! Nee! Oké, Rudy. Volgens mij zijn we aan de verliezende kant. Is dat de verkeerde kern of de goede kern? Dit is echt de verkeerde kern, man. Nee! Oh nee, we zijn echt aan het verliezen, joh. Nee, echt? We zijn echt aan het verliezen. Ik zie alleen de Skylord nog staan. Alleen de chickens leven nog. Alleen de Skylord nog staan. Alles staat er nog, man. Ja, het probleem is, ik ben van mijn beam afgestapt. En waarom de Dazzlelord? Die kunnen we niet eens killen. Ja, dat weet ik niet. Voor grappig. Lok hem in de zee. Ja, maar ik doe niet zoveel damage. Blah, oh, je zit ook gewoon op de Lich King. Ik zie hier een dino die niet meestrijdt, dat kan niet, hè? Ja, nee, die moet je wel even halen, eigenlijk. Is mijn ding dood, mijn breaking boundaries? Ja, ik weet niet, man. Echt alles is dood gegaan, volgens mij. Eentje van hun is ook dood gegaan. Maar ik doe heel weinig damage. Mijn breaking boundaries is dood, volgens mij. Oh, hier staat gewoon nog een Reaper Queen, joh. Wat neppen ze? Ja, die kippen van ons, die hebben dus die geïnfused saddles nog op een of andere manier. Oh, daar kan ik ook niet op zitten. Nee. Hé, die krokodil zit hier gewoon te chillen, niks te doen. Ja, joh. Oh, joh. Ja, mijn ding is weg. Kar, hij is dood. Ja, joh, ik pak je knuppel, sla ze.
Werkt dat? Ja, maar dan instakillen ze mij. Ja, dat kan ook, inderdaad. Ja, nee, ze instakillen mij. Oh nee, Ledge King, wat doe je? Je zit vast! Oeh, hier staat nog een demonic Reaper Empress Queen. Ja, want die kan dit aan. Ja, joh, range attack. Oké, ik stap op. Damn, this slay. Let's do this. Ik stel ook gewoon een mega fit, ik is super klein, what? Oh man. Oh man. Oh yeah. Oh man. Ah, yeah, die damage, yes! Boom! Hoppa! Ze zijn oprecht gewoon dood aan het gaan. Ze zijn dood, ja, dat komt door die checkers van ons. Yeah! Boom! Yeah, ja, het gaat wel, het gaat wel, het gaat wel! Oh nee! Oh, oké, ben bijna dood, ben bijna dood. Oké, die chickens die zitten oprecht gewoon te slayen, dat is niet normaal. Chicken, maar die gaan eigenlijk ook een keer dood, dat is het probleem. Die chicken gaan dadelijk ook wel een keer dood, oh mijn levens. Nou, we moeten even een nieuwe breaking boundaries fixen, man. Even een nieuwe aap. Ik weet ook niet waarom die meteen dood was. Ja, ik weet ook niet waar er in één keer is. Vind ik ook niet oké, eerlijk gezegd. Ja, het ding is, als je geen saddles hebt... Het gaat goed! Het gaat oprecht best goed, ik kan ook gewoon schieten. Ik heb het idee dat die krokodil gewoon nog aan chillen is. Is die behemoth al dood? Die grote? Ja, eentje is al dood gegaan, ik weet niet welke dat was. Ja, ik denk het. Blab, 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 blab. Boom! Oh, 1300 damage, kijk mij even doen, joh. Echt gek! Hell yeah, 1300 damage, yeah! Boom! We slayen, we slayen. Was mijn rechter muisknop dan? Het is gewoon slaan of zo. Was die rapmuziek in één keer? Ja, ik weet niet, maar ik ga ze knuppelen. Ja, jij knuppelt ze maar. Hé, maar hun doen echt weinig damage op die... Hier! Ik knuppel je! Wow, yeah! Boom! Next one. Hoppa, we slayen. Is die krokodil nog aan chillen of is hij nou dood? Die krokodil is hij nog aan chillen. Die is lekker in de oceaan gedoken. Nee. Hij is oprecht in de oceaan gedoken. Echt serieus? De waterlord is daar, hoor. Ja. Nee! Oh, nou hebben we wel een probleem trouwens. Kill ze! Kill ze! Roepen, Jamie. Oh. Ja, dat weet ik niet. Maar die doet wel pijn. Ja, die is echt broken. Letterlijk. Oh, Infernal Lord is dood! Ja, dood! En nou hebben we alleen nog de Dazzle Lord waar we niks tegen kunnen. Lok in het water. Dat is het enige wat je kan doen, man. Lok hem in het water. Ja, kom. Follow me. Oh, wacht. Dat doen ze natuurlijk. Hij moet uit de desert. Ja, die chicken moet even meekomen dan. Even kijken. Where's the passive? Gast, die demonic Empress Queen zit gewoon te tanken als een gek. Flink te tanken, ja. Hij gaat niet echt op passive, heb ik het idee. Nee, dat had ik dus ook al. Passive. Hij blijft slayen. Ja. Okay, lok hem met water in. Hier zit hij zo goed te chillen. Te chillen. Ja, is hij. Ja. Uit hij de desert in het water. Hij zit in het water. Blup. We doen nu 8 damage in plaats van 2. Hoppa! Yes, dit is het. Ja, dat moet ook. Oh, ik zag 30.000 damage. Ja, dat is een vis. Ja, man, nee, die is gewoon bugged. Oké, even helemaal. Nou, en dat was wel epic. We hebben alleen nog 1 krokodil. Ja, die krokken laat maar lekker liggen, die man. He's just chilling. Laat hem maar gewoon lekker liggen. What? You did. Wat? Wacht, ik wil alleen nog even 1 keer die krok knuppelen. Ging dit naar mij genoeg? Wat? Jij ging wel dood. Rip Uriel. Kijk dit, hè. Ik ga gewoon even naar die krok toe. Sla één keer met knuppel en is hij dood. Krok is gone. Oh, hier is krok. Krok is onzichtbaar. Blep, blep. Ik kan hem niet hitten. Blep, blep. Nee, je pakt hem niet. Sla, krok. Ik sta erin. Ja, ik hit hem. Doe ik damage? Ik doe geen damage. Wat gebeurt hier? Kom je helpen, man. Sla me met knuppels. Ik skill die man. Ik kan oprecht niet smacken. Ja, dit doet helaas geen damage. Gast, ik sla op zijn neus. Hij attackt nog gewoon niet. Op zijn neus! Ik sla hem letterlijk op zijn neus! Kijk niet. En mijn shotgun dan? Nee! I got something else. Ik ben bevroren. Dat doet dus ook helemaal niks. Hier. Zal het niet zijn dat hij in de oceaan is of zo, hè? Dat we... Ja, ik weet niet, man. Nee, ik doe helemaal niks. Nee. Nou ja, weet je, we hebben het geprobeerd. Dat was een epic fight. Echt een sick fight. Maar dat betekent dus ook dat we aan het einde zijn van deze ARK-serie. So sad. Maar goed, we hebben veel dingen meegemaakt. We hebben heel veel dingen, nieuwe dingen getamed. Super amazing. Ik ben best wel blij met deze modpack geweest. Werkte op zich naar mijn ARK ervaringen op zich oké. Voor een normale ARK ben ik nog slechter. Snap je? Ja. Ja, maar ja, wat er nou aangekomen. Misschien weer een nieuwe ARK-serie met andere ARK-mods. Misschien wel Minecraft erbij. Misschien wel Fortnite. I don't know, man. Laat weten in de comments wat jullie allemaal graag willen zien. Ik zal de comments goed doorspitten. En ik ben benieuwd. Bedankt voor het kijken. En vergeet zeker niet te abonneren, te liken en mijn Instagram te volgen.